Rentenbrink tegen de paal. Rentenbrink tegen de paal in de slotfase van deze wedstrijd. Het trauma van 78 was helemaal niet nodig geweest. Die Argentijnen hadden nooit de finale mogen halen. Ja. Ja, die Peruanen die gaan het nu toegeven hè, dat ze omgekocht zijn. Maar ik wist het al een tijdje hoor. Ja, je wist het al een tijdje? Ik weet het al een jaar of 48. Ja, ik heb er nog niks van gehoord. Dus dat is een beetje verrassend nieuws. Het is een paar weken geleden al een keer hectisch geweest. En nou ja, als we alsnog wereldkampioen kunnen worden, ja, graag. Het is heel simpel. We hebben 3 keer in de finale gestaan. We hebben hem geen 1 keer kunnen winnen. En als we hem dan zo kunnen winnen, dan... Dan maar zo. Dan maar zo. Peru sent its political prisoners to Argentina in order to disappear them. Peru's president offered to return this favor by losing their World Cup game with Argentina by a large score. De wedstrijd dat die gespeeld werd, Peru tegen Argentinië, 0-6. Nou, kijken wij een beetje vreemd van op, ja. Ja. De club gaan houden van. Dat dachten we niet. Vooral omdat ze wisten, Argentinië, hoeveel goals ze moesten maken. Ja. Omkoping, daar heeft u wel vaker aan gedacht. Hè? Dat moest het wel geweest zijn. Ja, daar hebben we wel vaker aan gedacht. Maar aan de andere kant, ja, goed, na dato komt het er misschien toch uit en dan worden we misschien alsnog wereldkampioen. Ja. For moments before that key game against Peru, Argentina's dictator walked through the bowels of the stadium right into the Peru team's dressing room. A team he was hoping would lose. Nou, daar sta ik weer van te kijken. Dat is niks voor Videla. Nee. Nou ja, goed, dat wisten wij niet en dat weten wij natuurlijk nu pas van het onderzoek. Goed, ik kan me er wel iets bij indenken. De FIFA wist toch al lang al dat dit gebeurd was? Maar wij wisten het ook al lang. Het meest lullig is natuurlijk dat wij besteden dat wij er zo het slachtoffer van zijn. Maar uiteindelijk is Brazilië het slachtoffer geweest. Hè? Want die zijn daardoor niet doorgegaan naar de finale. En ik weet niet of wij die finale tegen de Brazilianen hadden gewonnen. Dus daar moeten we nog even over nadenken. Ja, partij. En winnen. Ja, eindelijk. Die beker moet hier natuurlijk. Oké. Okay. Ja, als we hem winnen, dan willen we die beker, ja, toch? Dan moeten we hem hebben, ja. Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar gaan we hem samen ophalen dan, uit Argentinië? Want we trekken hem daar weg, hè? Ik ga mee. Ja? Ja. We gaan hem ophalen. We gaan hem ophalen. Kunt u het nog een beetje, de Polonaise, of niet? Jawel. Ja? Wij vieren feest. Wat zingen we dan? Want ik loop altijd voorop met de Polonaise. Ja, je loopt altijd voorop? Ja, zeker. Ja. Even handjes omhoog. Willy van der Kerkhof voorop. Ja. Kijk, hup, en dan heeft hij zo die beker vast. Trots. Ja. Je hebt hem nu in je handen. Ja. Even een moment.